Hey, welkom bij de video. Deze video bevat serieuze roleplay. Er is erg... Dat is niet waar. Vandaag, ik heb geen idee wat deze video voor moet stellen. Het is hele goede roleplay. Dus abonneer even. Kijk, we hebben 100.000 nu. Maar, nu moeten we nog meer. Want ja, als je abonneert en je... reageert. Ik ben geabonneerd. Geef ik je reactie een hartje en dat doe ik echt. Veel plezier met kijken. Doei. Hoe spreek je Willem? Eigenlijk best goed, ja. Ja? Best stabiel. Best stabiel? Best stabiel. Kijk. Hey. Hey. Zo, wat politie. Is hier gaande? What the fuck? What the fuck? Hey, wat is hier gaande? Wat is dit? What the fuck? Wat is dit voor een marathon? Is dit de Elfstedenloper, zo? Hallo? Hallo? Hé, hey, dat snap je. Ik ben... Ik snap het niet. Hij is iemand aangehouden. Dit vind ik leuk. Wat is dit? Kijk, Dexter. Fuck? Kijk dit. Dit vind ik leuk. Hé, Dexter, je bent goed bezig. Ga er eens dichterbij. Ga eens dichterbij, dan kun je zo goed horen. Achteruit. Wat is er wat al aan de hand, hè? Wat is hier gaande? En dit is precies hoe de politie functioneert. Dit is goed, dit vind ik leuk. Mag ik eerst stappen? Nee. Hey joh, ik ga gewoon de auto. What the fuck, je slaat de auto hier. Oké, die wordt aangehouden, papi wordt aangehouden, papi wordt aangehouden, papi wordt aangehouden. Nee. Wat dan ben je niet geflitst wordt. Ja, we zijn geflitst. Ja, je het zei, kreeg ik hem. Heb jij een skateboard, Willem? Ja, natuurlijk. Wil jij skaten met mij? Je hebt niet eens een skateboard. Ik heb een skateboard. Hoe heb jij een skateboard? Maar ken jij het trucje echter? Ik ken het trucje, denk ik. Willem, zal het je laten zien. Eerst wat je doet, is opwarmen. Opwarmen. Ja, oké, met de armen. Dat was opwarmen. Ja. Dan stap je op het skateboard. Zorg dat je op de middelste lijn zit, ongeveer. Ja. Daarna ga je naar achter. Stop je. Kut! Willem gaat... Willem, je skateboard! De skateboard! Willem, mijn auto! Ja, Willem, mijn auto! Het werkt. Nou, Willem, laat zien. Probeer het nog een keer. Eerst achteruit, dan vooruit. Oké. Eerst achteruit, dan vooruit. Zo. Godverdomme! Oh, je pakte hem op. Yeah. Willem! Oh nee! Oké, we moeten naar de andere skatebaan bij het HB. Nee, wacht, ik probeer het al. Komt-ie. En dan bij Willem. Komt-ie. Yeah. Willem! Yeah. Willem! Hey joh! Ah. Willem, let op. Hij gaat! Oh, wacht, die viel mee. What the fuck? Oké. Je maakt een backflip. Ik heb naar de andere skatebaan, ik ben dan kun je het beter. Zullen we het anders met de auto proberen? Nou, we parkeren hem wel gewoon hier. Ja? Je wordt gebeld door Piet. Waarom is dat elke keer bij Willem? Rustig, Willem. Hoe doet Mauro valt Willem ervan? Kijk, let op, Willem. Zo doe je het. Eerst naar achter. Ja, dat weet ik. En dan... Oh, Willem. Komt hier, Willem? Willem! Oh. Ah, fuck. Zo! Kijk, die Willem gaan, jongen. Oh, Willem. Willem. Nee. Dan gaat je een skateboard. Pak hem, Willem. Hier is Willem. Oh, kom dan. Let op, hè. Let op deze. Volg mij. Willem, let op. Oh, kut. Een bierflesje. Ga ik erop mijn bek, wat kut. Oh my days. Willem. Met twee papperdikke mensen. Er komen twee papzakken aangelopen hier. Kijk hoe de dikste zijn. Hey. Hallo meneer. Hey, jij lijkt op Boer Frank. Die onze dik. Gert Boersma. Lief, wil jij op mijn skateboard gaan? Dan is die kapot, denk ik. Je kan het wel, kom op. Met je skateboard een sprong maken. Nou, pas op dat hij niet door midden breekt. Zo. Hele hard, baby. Oh! Wacht, zo! Waar is hij? Wow! Zo! Zo!
zieke aardbeving hier gelijk, jongen. Wij zijn aangemerkt als terroristen. Ja, dat klopt. Jullie hadden vuurwapens mijn winkel overvallen. Skullscape. Wanneer maakt u die hond in je puik? Opslagruimte. Oh. Maar Jezus Christus, wat een buik. Dat vind ik niet aardig. Sorry. Je stapt letterlijk een skateboard eronder en ik zie hem niet meer. Gewoon, hij is weg. Hij is weg. Hij is meteen in een ander universum. Maar als u ons gaat beledigen, kan Wim best boos worden. En u bent Wim. Ik ben Gert. Wim en wat, ben ik. Oh, wat gebeurt er dan? Dan moet je Willem eerst bijhouden. Dat zie ik ook nogal, vind ik ook wel. Ren dan, Willem. Wilt u? Ga nou niet op Willem liggen. Wat zegt u, Willem? Ga niet op Willem liggen. Nee, ga niet op Willem liggen. Druk, Willem loopt letterlijk nog sneller. Ik kom eraan, Willem. Moet ik even helpen of zo? Er is hier een fiets. Meneer gaat het niet aan ambulance bellen. Zo. En wij zijn niet zo snel. Nee, dat geloof ik. Wat ze moesten... En wat voor vrachtwagen zijn jullie erna gekomen die jullie even voert? Wim heeft wat gevonden, weet ik. Hallo. Wim, wat heb je gevonden? Wat heb je gevonden, Wim? Een blond beest. Oh, dat is inderdaad gewoon een hond. What the fuck? Hé, hey, dit is leuk. Of hallo. Kan je die ook onder je buik stoppen? Je gaat hem toch niet eten, of wel? Er zijn rellen, hoor ik, van Denise. Waar? Gaan we even... We gaan even ergens bij het HB. What the fuck? Trekt die papzak nou gewoon een wapen uit zijn zak? Oh jee. We gaan... Ze zeggen ook wel gedik AK veel grip. Gaan we mee, Willem? Voor de vrijheid, ik wil protesteren. Even kijken. Wat lopen jullie traag, jongen? Waar is eigenlijk de auto heen? Wat de auto is weg, inderdaad. Oh, daar staat hij inderdaad. Hoe staat hij daar? Oh, dat zijn hier echt rellen, what the fuck? Wat de... Heren, niet midden op de weg. En dringend advies om hier weg te gaan. Meneer, niet zo schreeuwen. Ik sta naast u. Meneer, deze mensen kunnen niet dringend weg. Die moeten... Kijk hoe dik ze zijn. Die hebben tijd nodig met weglopen. We gaan wel even dringend weg. Kijk, dit is dringend. Dit is dringend, zeg maar. Onze auto wordt gestolen. Ren erachteraan. Ren erachteraan. Gert, kom op. Hallo. We willen in de auto. Nee, dat redt mijn auto niet. Dat redt mijn auto niet. Hij komt niet meer vooruit, jongen. Hey, Wim. We gaan achter onze auto aan. Weet ik niet. De auto staat rechts. We hebben onze auto. We hebben hem. We hebben hem, jongens. Maar jullie hebben wel echt veel moeite met praten, hoor ik ook. Ween nou buiten adem. Eventjes veilig. Ze moeten waarschijnlijk op winterslaap houden. U kunt er niet meer uit. U bent nu gevangen. Nou, ik denk dat ik hier inderdaad niet uitpas. Ik kan beuken wat ik wil. Ik denk dat Willem mijn beste optie is. Niks daarvan. Willem is eens blok staan. En met één blok borst daar. Even kijken, mijn armen worden een beetje zwaar. Sorry. Ik ben een reekwelvarend man, meneer. dat is geen welvaartsbuik niet meer, hoor, meneer. Wim wordt een beetje boos, zei ik toch, na het beledigen. En ik vind dat ook niet zo leuk. Rustig aan. Wim. Rustig aan, Gert. Ik zou die maar weg. Je staat hier voor het politiebureau. Staat hier voor het politiebureau. Ik had dat even vergeten. Maar ga je nu ook nog protesteren? Oh ja. Jullie gingen rellen, toch? Rellen, ja. Schiet op het hoofdbureau. Schiet op het hoofdbureau. Voor 5 euro moet je contantje 5 euro. Nee, dat gaat hij niet doen. Dat gaat hij niet doen. Dat gaat hij zeker niet doen, weet ik zeker. Ben je er klaar voor? Zo. Oh, hij protesteert. Wim, ben je er klaar voor? Bravo. Aardbei. Oh, wat de? Willem, wat doen we? Ja, Willem, nu staan wij hier. Wij hebben geen wapen. Nee, wij kunnen blijven staan. Wij hebben geen wapen. Oh nee, dat is waar. Wij hebben geen wapen. Blijf gewoon staan. We zeggen gewoon dat het 2 pakzakken waren. Roel V Media. Welkom bij schieten met papzakken. De schoten zijn ongeveer 2 minuten geleden gelost. En de politie is nog steeds niet te plaatsen. Dit is 1 schande voor Roeveen. Dus bij deze wil ik graag rellen oproepen. Ze zijn er nog steeds niet even... Letterlijk een hoofdbureau. Naast het hoofdbureau is op het hoofdbureau geschoten. Ja, nogal. Het lijkt volgens mij is er wat herfst bij het gemeentehuis, kreeg Willem te horen. Echt? We gaan kijken. Ja. Oh, wacht. Wacht. Volg die agent. Hij gaat waarschijnlijk naar de rellen toe. Dit vind ik mooi. Hij gaat hier rechts, let op. Ja, maar hij gaat ook naar rechts. Hij gaat ook naar rechts. Rellen bij gemeentehuis. Oh, dit valt wel mee. Kom, we gaan naar de hoofdingang en dan gaan we filmen. Ja, we gaan... En dan lopen we naar binnen. Ja, oké, het is hier. Ja, zo! Get the camera, man. Oké, kom, we gaan filmen. Oké, welkom bij rellen bij... we hebben concurrentie zelfs. De pers is er al. Waar zijn ze? Ja, mensen. Ja. Hij is geboeid en aan het rennen. Hey, Jan. Hey.
Oh, Marco Darbo! Ja, ik weet het niet, Jan. Deze man is gevlucht trouwens. Ja, hij heeft boeien om, meneer. Deze man heeft boeien om. Die man heeft boeien om en hij rijdt weg. Meneer, bent u gevlucht? Ja. Nee. Hij is aangehouden. Hij zei, help me, ik ben gevlucht. Hij heeft letterlijk boeien om. Hij heeft letterlijk boeien om zijn rug. Ik ga hier zo nu naar binnen, ik schiet al die fucking hooligans door. Ja, dat gaan we doen. We volgen Jan. Jan, je kan het. Ondertussen dat de camera draait. Hoe weet je dat ze hier zijn? Hé, wegwezen, uit het daarbij, uit het daarbij. Dit is het gemeentehuis. Oké, ben je Fuck. Parkers, je bent dik. Wow. Meneer, rustig aan. Doei. Kom ik beneden. Doei. Oh, hier. Doei. Gooi hem maar en dringend weghalen. Heel gauw. Doe het even rustig. Ik kan het zeggen, meneer. Doe altijd een paar extra tampons. Iedereen die blijft thuis gewoon naar buiten. Ik ben worst. Ik ben worst, wat zei je nou? Worst, sorry, bedoel. Toppig, hey. Hey, daar zijn ze, de papzakken. Kijk, daar heb je hem. Dat is Wim. Hallo, Jan. Meneer. Hey, Wim. Hij gaat ervoor, er is iemand naar binnen gerend. Die papzak probeert te... Oh, die papzak ook. Hij sloot het hele dat hij door naar binnen past, dat verbaast me nog. Oh, kijk, daar heb je Gert. Kijk, hij komt aanrennen. Kijk. Oh, ik word een beetje... Bij de ingang. Vallen strillen gelijk. Wat, wat is er? Oh! Even wegwezen, even afstand. Oh, wie is er geschoten? Wie is er aan het schieten? Even van de trap, alsjeblieft. Even achter de trap achter, dankjewel. Zo. Ja, er is iemand hier gestoken. Daar gaat iemand naar binnen, jongens. Daar gaat iemand naar binnen. Ga jij ook nog rennen? Waar is Wim? Waar is die? Waar is Wim? Moet je Wim niet redden? Hey, Willem. Kom. Kan hem hierin? Kom, Willem. Willem, rennen! Oké, Willem, kom. We doen alsof we een afspraak hebben. Oké, maar voorzichtig. Kut. Nee, we moeten omhoog. Kut. Willem, stil eens, jongen. Als we kunnen alles... Kut, Willem, jongen. We kunnen alles van de andere kant zien. Ze zien me niet. Ben gek. Ik schrik me! Jezus Christ, man! Ze komen naar binnen. Snel, weg! Waar is het naar boven? Hoe komen we naar boven? Dan moeten we via het midden gaan. Dan moeten we echt naar het midden, kom. Oké, dan wordt Mission Impossible. Oh, er is agent daar. Deze kant is kant. Achter. Ik ben bang, Willem. Willem ook. Kunnen we net jou weg? Oké, als wij in het midden komen, dan kunnen we omhoog. Maar waarom zijn we hier? Welke principes hebben we? Content. Maar waar wil je heen? Waar gaan we heen? Ga weg, papi! Papi, jongen! Waarom volg je ons? Weet ik veel, maar ik weet toch niet wat we moeten doen, jongen. Hey, waarom is iedereen hier? Volgens mij is het tijd om... Kom, Willem, we gaan naar boven. Willem, kom! We gaan naar boven. Ja, maar niet met hun! Flikker op! Oké, gaan jullie maar eerst. Wij wachten wel hier. Gaan nou jullie ding doen. Ik ben niet bang. Ben niet bang. Ja, gaan jullie ding doen. Kom. Oké, nu rennen. Snel. Oh, Jesus fucking Christ. Nee, dit is Mike. Wat fuck? Dit is Mike. De oom van Emilio Jersa. Oh. Hey, kijk, dit is het bureau van... Oh mijn god, de hele mobiele eenheid is buiten. Oh, ga niet voor dat raam staan. Oh mijn god. Dat is volgens mij al weg. Hey, was die Wim niet hier? We moeten Wim redden, dat is ons motief. Ja. Appen is bijna helemaal boven. Oh god, die gasten. Kijk, die hele unit daar beneden staan dan. Kijk, daar heb je Wim. Of nee, heb je Frank. Ja, hoe zijn jullie binnengekomen? Hoe wij hier binnen zijn gekomen? Via achter, via kelder. Alleen je hoort die wappie hier achter ons de hele tijd. Denise de Wit, zegt ze. Praat hij zo moedig. Hé, zet je dingetjes op niet schreeuwen, jongen. Kan ik uit het raam springen? Oh mijn god, hoe is iedereen hier terecht gekomen? Ik zie hier nog meer mensen. Het is veel te... Ja, we gaan weg. Kom. Hey, ik kan nog hoger. Kom. Kijk, ze staan man daar. Is dit dat torentje? Ja. Ik ga maar gewoon op die knietjes. Nee, kom Willem, ik wil weg. Laat ze met rust. Ja, nu kunnen we. Ons moment. Kut, Willem, jongen. Kunnen we niet helemaal op het puntje van de dak? We hebben Wim niet gevonden. Nee, kan niet. Waar is Wim? Wim is hier niet. Wacht, we checken elke kamer. Ja, we hebben Wim nodig. Kom. Hier, dit is George Clooney of niet? Wie de fuck is dit? Dat is geen George Clooney. Denise wordt geslagen door een zwerver. What the fuck? Dit zijn allemaal kamers. Willem, check eens. Ik denk alleen maar weet George Clooney's en Mozart's aan de muren. Geen idee wie dat allemaal zijn. Ze zijn zieke, zieke, klassieke kunstenaars. Wim! Waar zijn ze? Oh, ze zijn sowieso omhoog. Ik hoor moeite, ik hoor de trap. Zijn die papzakken hier onderweg geweest? Ja, boven wordt iemand gegijzeld. Gegijzeld? Ja, daar gaan we dan vanaf. Stokken gereed. Ze hebben messen. Oh, wat zijn die aan het doen? Het ziet ernaar uit dat we het zelf moeten doen. Willempje! Blijf staan.
Het ziet ernaar uit dat we het zelf moeten doen. Het ziet ernaar uit dat we het zelf moeten doen. Ja, hé, wat zijn we hier aan het doen, heren? Wat zijn we hier aan het doen? Wegwees, Jos, je gaat dood. Help, of ik maak een slecht artikel over je, Willem. Papi, wie gaat er dood? Wie gaat er dood? Anders maak ik een slecht artikel over jullie. Hé, papi, niet doen. Niet doen. What the fuck? Ja, als je hem niet weggaat, ga je dood. Oké, dan gaan we. En dan? Wat ben je dan voor plan? Dan sta je hier. Ik maak een slecht artikel, Willem. Alles gezien. Jullie verwilligen. Gozer, we gaan jouw leven niet riskeren, Megan. Maar we kunnen ons leven aan zijn eigen leven ook niet riskeren. Je bedoelt Denise de Wit. Ja, ik maak je ook de fout. Hé, als hij hier blijft staan en jij kilt haar, wat ga je dan doen? Nee. Wat ga je dan doen? Blijf bij mij. Wat is je plan dan? Als ik dood ben, kijk ik ook via de hel naar je, Appie. Je zou nooit meer normaal kunnen leven. Hé, hey, wat zijn jullie van plan met haar? Ja, als jullie niet weggaan, gaat je dood. En dan? Dus onderhandeling middelen. Wat is je... Wij nemen deze gebouw over je, joh. Jij neemt het gebouw over, ja, met één vrouw en een mes en een... Wat is dit nou weer? Oh, godverdomme. Hey, die heeft dus een derde papzak bijgekomen. Wie is dit? Ze is gegijzeld. Door die, Ik hou er. Door die guys daar. Ik hel ook Christus in. Ik ben niet bang voor dat mes als hij mij steekt. Ja. Ik steek jou niet. Ja. Ik denk niet dat meneer weet wat voor dingen je hebt. Doe maar. Laat mij even aan hem zien. Laat maar even aan hem zien. Ga maar, laat maar zien, Gert. Hello Kitty. Kom. Ja, Gert. Kom op. Laat maar zien, Gert. We hebben hier fucking veel mensen. Als jullie aan onze kant staan, laten we er vooruit. Gert, wat vind je? Goed, wij staan aan jullie kant. Ik kom erbij staan. Oké, let's go. Wat is dit? Let's go. Gert, joh. Dat was niet de bedoeling. Daar staat de kant. Wat is dit? Oh mijn god. We hebben alleen... Nee. Hey, we hebben een ander probleem. Laat me maar rust. Auw. Ik wil voor me staan. Ik ben bang voor die Chinees. Hij pakt zo nog... Iedereen is aan het slaan. Ik wil niet. Dankjewel, Gert. Dankjewel, Gert. Jongens. Hey. Jongens. Oké, plakkers, we gaan niet weg. We hebben een ander probleem. Er komt een heel ME-team naar binnen. Ja, we kunnen hier niet zomaar uit, Willem. Oh. Oh, makkers, help. Oh, ik hou je vast. Oh, Gert. Gert, kom, ik hou je hand vast. Kom, Gert, de politie komt eraan. Ik ben een beetje moe. Gert, kom nou op. Hallo. Hoe komt Wim? Huh? Daar is Wim! Wim! Hoe komt hij aan die kant? De gestolen van de ME'er. Hij heeft de stok gestolen! Oké, Willem komt nu de trap aflopen. Met mij. Meld dat wij naar beneden komen. Nou, Job, niet zo naar beneden. Wij komen naar beneden. Wij komen naar buiten. Wij gaan naar buiten. Wij komen naar beneden. Wij gaan naar buiten. Ons plan. We hebben nieuws. Die Chinees heeft een vuurwapen. Wij wilden weg hier. Die Chinees heeft een vuurwapen. Het is echt zo. Ik ben in ieder geval blij dat wij veilig naar buiten kunnen nu. Ik vond het niet fijn hier. Meneer, die Chinees heeft een vuurwapen. Hoezo moet jij meelopen? Ik krijg geen boeien om, Willem. Rob, pak jij Willem? Oh ja, wordt ook nog. Ik ben in ieder geval blij dat wij veilig naar buiten kunnen. Dit is top. Zo. Oké, Willem heeft een foto gemaakt. Willem moet hij alleen even laten zien op zijn telefoon. Klaar om over te nemen, collega? Hey! Oké, zo. Waar moeten zij in? We hebben Rechterbus. Rechterbus. Worden we gelijk weer meegevoerd? Hoezo? Willem heeft nieuws. We hebben nieuws. Rechterbus. Gewoon lekker in de rechterbus. Oprecht. Laat Willem. Ramon. Als jullie collega's dood zijn, zijn jullie schuld. Als jullie niet naar Willem luisteren, hebben jullie collega's een probleem. Wij zijn hier oprecht met geen foute bedoelingen. Wij waren gegijzeld door die Chinees boven. En door Papi. Wie zit hier nou nog meer in? Wie is dit? Hendrik de Zwerver. Ik ga momenteel één bus wegbrengen met de drie verdachten erin over. Oké. Nou, drie gegijzelden, althans twee gegijzelden. Ik weet niet wat ik zeg. Drie. Drie gegijzelden. Oh, ja. Ja, Willem gaat daar niet voor een half uur zitten. Hey jongens! ik zag... Ja, de boys. De boys. We slaan deze agent ook helemaal de dieven zit. Nee, we gaan niemand de dieven zit slaan. Op mijn stok zit nog vaseline. Ik leid er zo in. Nee. Hey, ik kan de sirenes aan doen met mijn neus. Ik heb die sirenes aangedaan met mijn neus, Willem. Kijk hem rennen. Kom, Willem, kom. Dit is letterlijk de kans. Ga naar de kledingwinkel. Snap. Ja, dit kan. Ik heb nog steeds effectief mijn boei om. Oh, kut. Ik struikel. Willem. Rennen. Gast, Willem, ik heb een machete bij me. Kan je mij uit mijn zak, ze hebben hem niet gefouilleerd. Hou even die handboeien los. Ja, maar Willem is ook geboeid. Oh, je kut.
Kut, ik druk met mijn neus op jouw porto. Dan zet ik hem aan en dan roepen we de boys, oké? Oké, oké. Dan breken die ons dingen los. Oké, oké. Achteruit, de deuren zijn open. Zet de deur automatisch dicht. Of die rijdt, als je rijdt, gaan die wel dicht. Oké, we gaan naar het ganghuis. We pakken een steensleutel en we maken de boeien los. Ja, vind ik een goeie. Hey, top. Als we dit, dat je die dingen los zou kunnen knippen. Helemaal top. Boom. Oh mijn god. Nou jongens, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze goede roleplay video van vandaag. Ik wil allemaal even een duimpje omhoog. Dikke shout-out naar Wim en Gert, de papzakken van de video. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende video die ook een goede roleplay gaat hebben. Doei.